Goeiedag. Ja, dinsdag aan het eind van de middag kwam er meer en meer bewolking de regio binnen. Ja, dat veroorzaakte dan nog wel een fraaie zonsondergang, zoals hier in de omgeving van Abbenbroek. Maar ja, die bewolking vormt toch ook wel de voorbode van wat ander weer. Het zal de komende dagen licht wisselvallig zijn, maar de temperatuur die blijft nog wel in vorm. Het blijft dus aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar. Nou, de komende nacht heeft de bewolking de overhand en zou een spatje regen kunnen vallen. Meestal is het droog bij temperaturen tussen 10 en 12 graden en dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ja, dan morgen overdag, de donderdag, hebben we te maken met veel bewolking. Spaarzame opklaring komt ervoor, dus van de zon hoeven we niet veel te verwachten. Er kan lokaal een spatje regen vallen, temperaturen komen uit op 14, 15 graden. Dat bij een matige zuidenwind, aan zee zal de wind af en toe vrij krachtig kunnen zijn, een windkracht 5. Op vrijdag begint de dag droog, misschien zelfs nog even een wateren zonnetje. Vooral in de middag en deels avond gaat het enige tijd regenen bij temperaturen van een graad of 17 notabene. Zaterdag begint met af en toe regen, later op de dag dan wordt het wel droger. Ook dan 17, misschien 18 graden. En let u eens op de nachttemperaturen. In de nacht na zaterdag is het maar liefst 15 graden. En daarmee is het toch wel uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Zondag belooft dan tenslotte ja, toch wel de mooiste dag te worden met zonnige perioden. Dan blijft het overal droog. En met een middagtemperatuur van 16 graden blijft het aanhoudend veel te zacht voor de tijd van het jaar. Weerfoto's kunt u insturen, dat heeft Sylvia Bindels uit Vlaardingen ook gedaan. Mooie foto hè, van een dinsdag, eind van de dag. Maakt u ook mooie weerfoto's? U kunt ze insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag, heel graag tot morgen.